ik ben best een voorbeeld. Ik organiseer samen met Renate dit evenement wel even waard. Omdat wij het leuk en belangrijk vonden om een sport- en speldag te organiseren voor eigenlijk alle bewoners in de Beverwaard. A, om ze een beetje te laten bewegen, maar ook gewoon belangrijk omdat het leuk is om met elkaar nieuwe dingen te leren en te doen. Nee, ja, zoiets kan je niet alleen. Als je om je heen kijkt wat er allemaal gebeurt. Je hebt een paar hoofdmensen, Renate, waar ik goed mee samenwerk. En heel veel lokale partijen, lokale sportverenigingen, het Maastadziekenhuis. Iedereen draagt zijn steentje bij. Er zijn bijna 100 vrijwilligers aanwezig. Tot de school van de Parmantuin die 25 leerlingen levert. En samen maak je met z'n allen zo'n evenement. De enige telling die we kunnen garanderen is dat er meer dan 800 unieke kinderen zijn geweest. Dat weten we door het aantal uitgedeelde stempelkaarten. Ja, tel daar ouders, opa's en oma's, neven en nichtjes bij. Dus ja, ik denk als ik 3000 zeg dat ik niet overdrijf. We staan vandaag hier in de Beverwaard en bij ons kan je de Health APK doen. In 5 minuten tijd kan je je gezondheid laten checken. Nou, mensen krijgen zo'n kaartje van ons. Hè? Dan kan je kijken, verschillende soorten die we meten, wordt opgeschreven. En dan hebben ze eigenlijk in een heel kort overzichtje hebben ze, ja, hoe het met ze gaat. Okay. En alles is vrijblijvend natuurlijk. Hè? We controleren je BMI, je lengte, je gewicht. We controleren je bloeddruk, je hartslag. Je kan je bloedsuiker laten checken, je kan je cholesterol laten controleren en je kan je spierkracht meten. Super druk. Hartstikke druk. Hartstikke leuk. Mensen van alle leeftijden komen hier, jong, oud, van allerlei verschillende afkomsten. Iedereen is geïnteresseerd in zijn gezondheid. En dat is fijn, hè? Want dat zou ook iedereen moeten zijn. Fysiotherapeut van Gezondheidscentrum Beverwaard en ik ben mede-organisator van dit evenement. Ik vind het leuk om te verbinden met de sport, de gezondheid, eerste lijn, tweede lijn, positieve inslag in de wijk. Ik denk zoals overal in Nederland is het ook in deze wijk dat de kinderen steeds vaker op een tablet zitten, ouders zitten op een tablet, op een telefoon. Het mediagebruik neemt steeds meer toe, dus het is daarom juist belangrijk dat er bewogen wordt. Maar dat is in deze wijk denk ik niet anders dan in andere wijken. Het groot succes en iedereen is enthousiast en allemaal blije gezichten. Ik ben Paul van Noordwijk Feyenoord en wij doen met de hockeyclub heel graag mee aan de Beverwaard. Omdat je ziet hoe enthousiast de kinderen zijn. We zijn gezegend met een stralend zonnige dag. En het is geweldig om al die kinderen hier in beweging te zien in de Beverwaard. Dus Beverwaard helemaal, Bewegenwaard helemaal zo. Beverwaard is een succes omdat er ontzettend veel kinderen verschillende sporten kunnen doen. Dus niet alleen altijd voetballen, maar ze kunnen bijvoorbeeld beachvolleyballen, ze kunnen handballen, ze kunnen korfballen. En daarom is Beverwaard een groot succes. Ik vond het sprinten het leukst. Ik vond het rennen het leukst. Beverwaard, helemaal top.